Dit jaar worden in de bouwprojecten Petronelle van Saxenstraat en Hof van Rijnsburg in totaal 143 woningen opgeleverd. Het gaat hier om huurwoningen die verhuurd worden door woningcorporatie Dunavie. Van deze 143 woningen zijn 127 woningen bestemd voor huurders van een huurwoning van Dunavie en die woonachtig zijn in Rijnsburg. Deze woningen worden dan op grond van een specifieke toewijzing toegewezen op basis van een rangorde. Nou, we gaan de komende jaren, op dit jaar, 2024, 143 sociale huurwoningen opleveren. Dus nieuwe woningen waar mensen kunnen gaan wonen. En wat we dan willen is dat niet iedereen daar zomaar kan wonen, maar dat juist onze eigen inwoners van onze gemeente daar voorrang krijgen. En dan moet je een aantal afspraken maken en daar ook een besluit over nemen. En dat heeft het college gedaan in afstemming met Dunavie en met de huurdersbelangorganisatie SAD. En over die woningen hebben we afgesproken dat we voor een heel groot deel zeggen, nou, sommige woningen zijn zo goed geschikt voor senioren, voor mensen die straks ook in een andere levensfase komen, laten we proberen om mensen die dan eensgezinswoning achterlaten met een tuintje die uitermate goed geschikt zijn voor bijvoorbeeld een gezin, dat ze die woning achterlaten, daar een gezin in kan en dat zij naar een appartement toe gaan die levensloop geschikt is. Nou, met die specifieke toewijzing regel je dat. Hoe ziet de criteria eruit van zo'n toewijzing? Nou, we hebben daar allerlei stapjes voor. Die kun je lezen op de website bij Huur in Holland Rijnland en bij Dunavie op de website. Hoe dat geregeld is, want dat is niet voor alle woningen zo. We hebben ook gezegd, sommige woningen zijn juist heel erg geschikt voor mensen die gewoon nog een woning zoeken. Starters of andere mensen. Of mensen die naar een andere woning op zoek zijn. Maar wel uit onze eigen gemeente, dat is belangrijk. Dat is hoe we het opgeschreven hebben. Zijn dit dan wel speciale woningen, geschikt gemaakt voor ouderen of minder gedienden? Ja, sommige van die woningen wel, een heel groot deel zelfs. Voor Hof van Rijnsburg, alle woningen die voor sociale huur in aanmerking komen, zijn levensloop geschikt. En bij de Petronelle van Saxenstraat zijn dat een heel groot deel. En daar hebben we dat dus daarom hebben we dat geregeld. Ja. Mochten mensen daar nou niet op reageren, wat gebeurt er dan met de woningen? Nou, de woningnood is heel groot. We hebben gezien bij alle andere projecten waar we nieuwe sociale huurwoningen toevoegen, dat de aanvragen, de vraag naar die woningen heel groot is. Dus die woningen die gaan echt wel op, om het zo maar even te zeggen. Maar het allerbelangrijkste is dat we met dit besluit eigenlijk 3 vliegen in 1 klap slaan. We zorgen ervoor dat onze eigen inwoners voorrang krijgen. We zorgen er ook voor dat de doorstroming op gang komt. Dat ook gezinnen kans krijgen om een mooie eensgezinswoning te vinden. En we zorgen ervoor dat ouderen in een levensloopgeschikte woning komen. Nou ja, 3 vliegen in 1 klap en dat is denk ik heel belangrijk. En dat doen we dus door woningen toe te voegen, maar vooral ook door het specifiek toe te wijzen. In de brief staat ook dat huurders die een middelbare huurwoning achterlaten lager staan in de rangorde. Waarom is dat? Ja, we kunnen helaas vanwege de regels die er regionaal zijn hen niet voortrekken. Dat kan wel met mensen die een sociale huurwoning achterlaten en vandaar dat het ook in het besluit opgenomen is.